welke stad kom jij? Ik kom uit de Western. Western region. In Wassa. Nee, dit was zij vroeger toen zij iets van 19 jaar of zo was. Komen jullie nou beiden uit dezelfde streek? Ik kom uit Wassa en hij is Ashanti. En waar wonen de Ashanti? Kumasi. Jullie hebben elkaar hier leren kennen? Of in Ghana? Ja, hier. Ja. Ja. Okay. Ashanti taal is officieel van Ghana. Iedereen mag spreken, toch? Ja. Iedereen kan. En dat is de Tshui. Is dat de Tshui? Ja. Klopt. Dat is mijn dochter en ik. Ja. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 3 kinderen. Tyra, Tyro en King David. Naast de roepnaam heb je dan ook nog een genezen naam? Ja. Ik heb eigenlijk 3, ja. Ik ben op dinsdag geboren. Mm-hmm. Plus die naam van Ekuya Duva, van mijn familie dan, van mijn vader. Ja. En Clementine. Ja. Ik ben op zaterdag geboren. Hoe zou ik dan heet? Zaterdag is Amma. Je moeder woont in Ghana? Zij woont in Ghana. En dat is de peetante. En blijft die peetante een belangrijke rol spelen in het leven? Wat voor rol heeft de peetante? Ja, wij zeggen het eigenlijk, het is zijn oma in Ghana. Ghanese cultuur. Mm-hmm. Snap je? Kijk, in Nederland zeggen we peetante. Maar in Ghana is eigenlijk zijn oma. In Ghana moet zij eigenlijk haar opvoeden. Ja. Ja. Beetje gaan stimuleren, beetje gaan sturen. Hoe je wordt later en zo. Dat is haar taak. Je geeft niet zomaar iemand een peetante. Je moet ook altijd kijken van, goh, als ik niet meer ben, kan die persoon mijn kind een beetje in de gaten houden voor mij. Of opvoeden voor mij. Familiebanden, zijn die nu nog steeds heel belangrijk in Ghana? We wonen altijd samen met familie. Ja, oma woont bij, opa, noem maar op, de hele familie. Ja. Dus we hebben altijd een groot huis. Iedereen zijn eigen kamer. Hoeveel jaar was je niet geweest toen je voor het eerst weer terugging? 3 jaar bijna. Okay. Moeilijk voor mij hoor, maar ja. Waarom was het moeilijk? Ja, omdat ik mijn moeder heel lang niet gezien en zo. En ik was alleen hier met mijn vader. Ja, en mijn broer. Ja. Ja. Dus toen was het weer een beetje spannend voor mij om mijn moeder te zien en zo. Het is niet makkelijk als je pas hier komt in Nederland. Nee, je moet zoveel leren. En, Hoe lang duurde dat voordat je een beetje gewend was hier? Ja, gelukkig had ik broer en zus hier. Dus toen ze hebben mij heel veel geleerd en zo. Ghanese staan er onbekend dat ze heel erg gastvrij zijn. Het is ook zo, ja. We zijn heel gastvrij. Ja? Ja. Dus, het heeft met cultuur te maken, denk ik. Ja. Als jij een onverwachte bezoeker krijgt, wat gebeurt er dan? Dan laat ik je lekker zitten, vraag wat wil je drinken. Als ik aan het eten ben, ben je ook hartstikke weg, mag je ook mee eten. Ja, zo zijn die Ghanese mensen. Eén bordje is nooit genoeg? Nee, dus dan doen we altijd heel veel eten. Ja, je weet nooit wie je binnenkomt, hè?